Ja, nou, wij moeten een garantiestelling kunnen afgeven bij de stegen. Uiterlijk op 13 januari, vrijdag de 13e. We zijn druk bezig met het zoeken naar financiers. Omdat de stegen de deadline heeft gesteld op 13 januari. En nou ja, je kan die garantie dus eigenlijk niet geven? Op dit moment niet, nee. Nee, we hebben alles gedaan wat we konden doen. We hebben de banken gevraagd om garantiestelling, doen ze niet. Onze mensen hebben hun geld zitten in hun huis. Dat moet pas vrij als ze het gaan verkopen. We zijn dus afhankelijk van financiers, van investeerders, beleggers. Hoe kijk je er zelf tegenaan? Nou, ik ben optimistisch. Dat moet gewoon lukken. Het zou eeuwig zonde zijn dat dit mooie project met letterlijk en figuurlijk de haven in zicht zou stranden. Gooike Postma, architect van de Hof van Heden-Almelo. De laatste tijd zijn er toch verontrustende berichten in de krant over de voortgang van het project. Hoe zit dat? Ja, zo zit dat. Het zijn verontrustende berichten als je het bekijkt vanuit een bepaalde hoek. Maar als je het bekijkt vanuit een vereniging die iets wil realiseren, wat niet voor de hand liggend is en wat ook niet zomaar al gebeurt op grote schaal, dan kom je ook dit soort moeilijkheden tegen. Want wat zijn de moeilijkheden? De moeilijkheden zijn natuurlijk dat je hebt met regels van doen, je hebt met een ontwikkelaar van doen die grond heeft en een gebouw wil realiseren. Je hebt met financiering van doen, van de vereniging. Geld is er wel, maar zit soms in de stenen of zit in andere dingen. Dus het is heel erg moeilijk om dat van de grond te krijgen op een gewone manier. Zeker als er ook eisen worden gesteld van partijen die daarmee verder moeten. Waarom zou het zo erg zijn als het niet door zou gaan? Nou, dan is een mooi initiatief wat meer is dan alleen maar een gebouw realiseren op een leuke plek. Maar vooral ook het nabuurschap en onze samenleving is verloren gegaan. Met name vind ik dat nabuurschap heel belangrijk. Op zoek zijn ze naar goede buren en goede buurvrouwen en goede buurmannen. En dat willen ze zelf ook graag zijn. En dat is een heel mooi signaal. Nog wel zin om weer terug te gaan naar Almelo? Ja, zeker wel. Ja, nee, Almelo is een supermooie stad waar we, denk ik, als we wollie zijn, hele mooie dingen kunnen doen. Ja, we blinken uit we zijn een stichting, dat in de eerste plaats. Dus we werken voor het goede doel aangaande dierenwelzijn, natuur en milieu. En waar we eigenlijk een beetje ons in kunnen onderscheiden, dat is dat we heel goedkoop zijn. Goedkoper dan de meeste kringloopbedrijven. We zijn een netbedrijf en we leveren mooie kwaliteit. En u heeft een mooie ruimte. Hier staat toevallig die vergunning nog op, denk ik. Omdat hier eerder een kringloopbedrijf zat. Ja, dat is correct. Ja, ja, iets van, we werken hier iets van 2000 vierkante meter. Dus we zijn meteen de grootste kringloopwinkel van Almelo weer. U neemt de kelder er ook bij in gebruik? Ja. Dus de kelder, de oppervlak, is net zo groot als hierboven? Ja, dat klopt. We hebben een mooi stukje magazijn hierbij, een werkplaats. Dus het is ongeveer iets van 2000 vierkante meter totaal. Geweldig. Wanneer gaat u open? Het is de bedoeling dat we 1 februari open gaan. En dat redden we ook. Maar de mensen kunnen nu al dingen inbrengen? Ik denk dat vanaf half januari, begin januari gaat gebeuren. Ja, nu nog niet. We zijn nog net niet klaar ervoor. Hoeveel filialen heeft u al met elkaar? Ik denk nu 4 filialen. Ja. Ja, 1 in Haaksbergen, 2 in Utrecht. Nu in Almelo 1. Ja, Goor, daar zijn we nog mee bezig, want dat is natuurlijk afgebrand. Dus daar komt ook wel wat anders voor, maar daar zijn we nog een tijdje mee bezig. Ik ben bezig met het organiseren van Kika, Schaats voor Kika. En waar ga je dat doen? Wij gaan met 60 mensen, deelnemers, naar de Waaijzee in Oostenrijk. Het lijkt me beter dat je het daar doet dan hier, want hier is het alleen maar water. En ik denk dat daar ijs genoeg is, hè?
Ja, de Wijzenzee is nagenoeg gegarandeerd elk jaar. Is rond half december dan vriest daar het meer helemaal vol. Of dicht. En dan is dan ook eigenlijk in plaats van de alternatieve Elfstedentocht, die daar jaarlijks wordt gehouden, is er nu een nieuwe onderdeel bijgekomen. En dat is een week voor de alternatieve, wordt dan Schaars voor Kika georganiseerd. En je hebt heel wat inzamelingsacties gedaan om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Kun je daar iets over vertellen? Ja, alle deelnemers die hebben zichzelf eigenlijk ertoe verplicht om een bepaald bedrag, en dat is in dit geval 1500 euro, te moeten opbrengen voor Kika. Daar kan iedereen natuurlijk vrij zijn in welke manier ze dat doen. Nou, ik heb gedaan met een soort oliebollenactie verkoop. Nou, in december ging dat prima, dus dat is goed geslaagd. En ook de emballagepalen van de Albert Heijn die mij daar de mogelijkheid bieden omdat ik daar gebruik van kan maken. En dat was ook een succesvol iets. Dus je hebt heel wat geld in het laadje kunnen brengen voor Kika? Ja, ik heb bijna zelf 1500 was dan de min of meer verplichte bedrag. Maar ik heb bijna weten te verdubbelen. En wie weet komt er nog tot en met volgende week, dinsdag, daar nog iets bij. En dat zit ik op 3000 euro. En jullie gaan met een heleboel mensen schaatsen. Zijn daar limieten aan verbonden of hoe gaat dat? De limieten aan een aantal? Of aan de afstanden en het aantal mensen? Nou, het aantal mensen is natuurlijk nog tot nu toe niet gelimiteerd. Omdat de eerste editie is, willen we liefst met zoveel mogelijk mensen er naartoe. Er zijn in dit geval in de eerste editie dus 60 mensen, 60 deelnemers. Nou, daar zijn nog wat vrijwilligers bij, een stuk of 15. In totaal zitten we allemaal in een hotel aan de Wijzenzee. Met 100 man, het hotel zit vol. Dus, maar er hadden meerdere hotels bijgeboekt kunnen worden. Maar wie weet voor de tweede editie. Jullie zijn in ieder geval heel enthousiast, als ik het zo begrijp. Ja, wij zijn super enthousiast. We zijn allemaal gek van schaatsen, zoals misschien heel veel Nederlanders eigenlijk wel zijn. Dus dit was een hele mooie mogelijkheid om dan ook iets te combineren met goede doel. En Kika is wat dat betreft, vind ik, een heel goed doel zelfs. En ik hoop dat dat een groot succes gaat worden. We zitten nu op een 109.000 euro in totaal van de 60 deelnemers. Dus ons uiteindelijke doel is 120.000 euro. Nou, dat zou prachtig zijn als dat lukt. Oké, bedankt. Ja, oké, graag gedaan. Jullie ook bedankt. Doei. Meneer Stork, hoe lang zit u al in de gemeenteraad? Ik zit al heel lang in de gemeenteraad, vanaf 82. Dus reken maar uit hoe lang. En bent u van plan om een nieuw record te vestigen? Nou, dat is niet iets wat ik dagelijks bijhoud. Maar ik begin langzamerhand wel tegen die recordborging aan te lopen. Ja, dat komt er wel van. Ik meen dat Hupsen 33 jaar raadslid was. Dat record heb ik inmiddels al gebroken, want ik ben er nu 34 jaar. Dus. Gefeliciteerd. dank je. Er was nog een motie, ook belangrijk. En die ging over recht doortrekken van het kanaal en een grotere haven voor Niels. Nou, het gaat over het recht doortrekken van het kanaal. Dat is nu in de plannen. Wordt het kanaal niet recht doorgetrokken, maar wordt er een stuk, zeg maar, waar Albert Heijn nu zit, wordt omgebouwd tot kleine winkeltjes. Dat is het plan. En het plan is ook om dat over 10 jaar af te breken en dan wel het kanaal door te trekken. Nou, wij vinden dat bizar dat je dus dat nu gaat doen terwijl je al plannen hebt om dat over 10 jaar weer te vernietigen. En wij vinden dat nu onderzocht moet worden. Wat kost het om dat in één keer goed te doen? En daar wachten we dus op de uitkomst. En de wethouder heeft dat toegezegd. Die zal dat gaan doen. Er zijn ook vroegere onderzoeken gedaan hierna. Dus er is al heel veel gegevens zijn er beschikbaar. Maar wij vinden het kapitaalsvernietiging om dat pas over 10 jaar te gaan slopen. Doe dat nu. Dan maak je in één keer een goed plan, tenzij het financieel absoluut onhaalbaar is. Dus dat willen we weten. Gaat dat dan niet net zoals met het beweegbaar maken van de brug? Nee, alsjeblieft, hou op. Dat beweegbaar maken van die brug, dat is ja, in onze ogen de grootste onzin die er is. Want ja, wat voor schepen kunnen er door? Wat voor schepen kunnen door het... Sinterklaas?
Ja, Sinterklaas, heel leuk. Ja, je kunt Sinterklaas spelen, maar Sinterklaas zijn is wat anders. Mijn meest favoriete Beatle-nummer. Kijk, komt die Strawberry Fields Forever. En dan is mij gevraagd om daar iets over de Beatles te vertellen. En dat ga ik natuurlijk zeker doen. Dat is mijn favoriete hobby. En bovendien gaan we een leuke quiz houden, waarbij een aantal prijzen te winnen zijn voor de echte liefhebber. En we hebben natuurlijk die film, documentaire, en daarna is er een soort concerten wat je kunt zien. Nou, het is volgens mij een samenvatting van een aantal concerten. Want ze hebben vooral in beginjaren, dan zijn ze in Hamburg en in Liverpool hebben ze, rondom Liverpool, Engeland, hebben ze heel veel optredens gedaan. En ze zijn ermee gestopt in 1965. En toen hebben ze nog één heel exclusief optreden gedaan op het dak van de platenmaatschappij. Van Apple gebouw. En dat was zeg maar het dakoptreden. Daar hebben ze, toen waren ze in de studio waren ze aan het opnemen. En toen dachten ze, nou laten we nog eens een buitenoptreden doen. Dan hebben ze bovenop het dak hun spullen uitgepakt en gitaar gespeeld en gedrumd. En zestal nummers gespeeld. Dat was echt hun allerlaatste live optreden. En daar staat ook een stukje van. Mijn idee is dat ik eigenlijk niet iets van de Beatles laat horen. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Maar ik concentreer me een beetje op wat ik vooral verzamel. Dat zijn Beatle covers. En Beatle covers, dat kan zijn honderden Beatle nummers blaffen. Dat kan een operazangeres zijn die Beatles aria's doet. Maar ook een moderne band, Flaming Lips bijvoorbeeld. Sgt. Pepper hebben ze nagespeeld. Dat kan in het Japans. Hij heet The Beatles, daar staan de meest gekke versies op. Reggae. Dit is een LP van de Kievers. En de Kievers staan voor Nederlandstalige artiesten. Nederlandse artiesten die Nederlandstalige covers doen van de Beatles. Dus een enkel Engelstalig. Maar die hebben we samengesteld uit een aantal kleinere singeltjes. Die staan op de achterkant. Dat zijn collector's items. De een is beter te vinden dan de andere. Maar we hebben ze gezet op een LP, zodat je ze allemaal tegelijk kunt horen. En in een oplage van 1000 stuks. En deze plaat is één van de prijzen van de quiz bij de Filmhuis Almelo op 88. Zondag 15 januari om 2 uur kun je hem winnen. Een cross die in de historie van Almelo echt bijzonder is. Ja, het is een hele bijzondere cross. We zijn 41 jaar geleden begonnen op het Maatsveld bij Sisu. Waar het oude clubgebouw stond. En dat was destijds al, het Nergens Bos was als buurman van Maatsveld veelvuldig gebruikt. Hoe lang zijn jullie bezig geweest met de voorbereiding van deze 41ste cross? Deze 41ste editie zijn we begonnen al in oktober. Met de eerste voorbereidingen. Qua organisatie en ook al in het bos hier zelf enthousiast met heel veel vrijwilligers bezig geweest om het parcours voor te bereiden. Je hebt ons verteld dat je het vorig jaar ook al dit bos een beetje opgeschoond hebt en dat je daar dit jaar heel veel profijt van hebt. Ja, we hebben daar zeker heel veel profijt van. Vorig jaar was het echt heel veel hakken, zagen en opruimen van omgevallen bomen. En dit jaar hebben we daar zeker profijt van. Het bos zag er netjes uit. Ook veel minder rotzooi. We hebben dus de vuilniszakken thuis kunnen laten, bij wijze van spreken. En het bos ziet er gewoon keurig en netjes uit. We hebben verschillende categorieën. We hebben de senioren opgedeeld in veteranen, senioren 50+, 30+, 40+, dames en heren. En dan hebben we de jeugd met de 5 kilometer en de 2 kilometer en we hebben de kidsrun. Betekent dat jij een tevreden man bent als je naar het deelnemersveld kijkt? Ja, we kunnen zeker tot nu toe heel tevreden terugkijken op wat er aangemeld is. Bij de voorinschrijvingen zaten we al op de 360, 370 voorinschrijvingen. En dan nog kijken wat er vandaag nog verder binnenkomt op de verschillende afstanden. Ja, ik denk dat we heel optimistisch kunnen zijn. Zeker gezien het aantal deelnemers wat er nu alweer is. Is al meer dan vorig jaar. Dus ik denk dat we heel optimistisch kunnen zijn met dit prachtige parcours in het Nergens Bos. Veel medewerking gehad van Huize Almelo en van de boswachter. Ja, zonder de medewerking van Huize Almelo en de boswachter redden we het ook niet. Ze hebben heel spontaan en enthousiast gezegd van natuurlijk kunnen jullie gebruik maken van het bos. Laat het netjes achter en dat gaan we zeker doen. Dus, Wat ik wel vragen hoe oud je bent? 73. 73. En hoe komt een 73-jarige man er nou toe om op de laatste dag van het jaar
zo'n inspanning te doen? Omdat ik heel veel doe aan, dat weet hij ook, heel veel aan beweging doe. Niet alleen hardlopen, maar ik fiets ook heel veel en ik wandel ook heel veel. Dat zijn de activiteiten. Bijna elke dag doe ik wel iets. Ja, het was een mooi parcours. Laatste maar waar ik hier lopen ben, was voor 3 of 4 jaar op de oude strekken nog. En ja, dat was ja vandaag richtig cross, diepe grond. Maar ja, hier in het wald was dat wel leuk, slecht af te kijken waar man langs lopen moest. Ik heb me 2 keer verlopen, maar anders was het een mooie strekken. Dat jij hier vandaag gewonnen hebt, dat geeft een heel fijn gevoel. Ja, als ik denk dat ik nu ook weer erbij ben. Van harte gefeliciteerd. Ja, van het wel. Nee, mooi bedankt. Bis nu jaar. Heel tevreden omdat het de eerste cross was. En dan gelijk te hebben gewonnen was natuurlijk heel fijn. En om dan hier bij mijn familie te zijn. En dat dan ook mijn oma voor de eerste keer erbij was. En kon laten zien wat ik kan. Oma, wil je mee op de televisie? Ik heb bij de laatste ronde heb ik nu alleen maar aan mijn oma gedacht. En heb ik gezegd, oké, oma kijkt, dus gaan we nu mijn allerbeste geven, zeg maar. Ja. Ja. Wat moet het een ontzettend fijn gevoel zijn om 2016 zo af te sluiten? Absoluut, 2016 was een loopjaar voor mij met heel veel ups en downs, maar wel leuk om nog zo af te kunnen sluiten. Ik feliciteer je van harte. Dankjewel. En wens je heel veel succes in de toekomst. Ja, zelf, dankjewel. En oma ook gefeliciteerd. Dank u wel. Senioren, 14 deelnemers, 7 dames bij de vrouwen senioren. En 8 bij de vrouwen 35 en 6 bij de vrouwen 50. En dat maakt in totaal de 155 deelnemers die vandaag op deze eerste afstand van start gegaan zijn. Wij organiseren jaarlijks met een vriendengroep een mooi kabitfestival. En dat doen wij dus jaarlijks op Oudjaarsdag. En dit jaar zijn we voorzien van een paar nieuwe kanonnen. Vorig jaar hadden we een ander kanon. En dit jaar hebben we het anders geprobeerd. Vandaar dit jaar een apart soort kanon. Het kanon van vorig jaar was hartstikke goed. Ook heel erg mooi. Alleen vorig jaar wat signalen vanuit de buurt ontvangen. Dat ze toch liever gesteld waren op een ander soort type kanon die ietsjes minder lawaai zou maken. En daar hebben we rekening mee gehouden. Dus het geluid is nog steeds wel behoorlijk. Alleen de drukgolf is wat minder. En dat heeft denk ik minder last in de buurt. We hebben tot nu toe nog geen klachten gehad. Okay. Ik denk nu dat we het een jaar of 6-7 doen. We zijn er gewoon eens een keer uit gekkigheid mee begonnen. Eigenlijk wordt het elk jaar groter. We hebben er nu een tent bij. Goede opkomst met mensen. Ja, en we maken er gewoon eigenlijk altijd een heel leuk festival van. Hoe financieren jullie dat? Want het is nog wel een hele onderneming, lijkt mij. Ja, we hebben een redelijk grote groep eigenlijk, qua kameraden. Iedereen die heeft zijn eigen inleg erin. En ja, nou, we hebben natuurlijk een vrije gift. Dus als mensen komen, dan drinken ze gewoon wat. En aan het einde van de dag geven ze gewoon een vrije gift. En dat is onze financiering. Daar komen we elk jaar nog mee uit. Dus dat loopt leuk. Wanneer beginnen jullie eigenlijk voor te bereiden? Meestal rond 3 dagen van tevoren beginnen we echt met opbouwen. Ja, 2 dagen. En de voorbereidingen, dat zijn 2 avonden van tevoren. We hebben leuke buren hier. Iedereen helpt wel, die brengt wel wat bij. Dus dat gaat altijd goed. Dus.